Ook andere markten in Paramaribo moeten zelfstandig worden. Zij moeten een voorbeeld nemen aan de centrale markt die een historische doorstart heeft gemaakt en in staat is een bijdrage te leveren aan de staatskas. Dat zegt districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noordoost. Tot nu toe zijn Markt Zuid, de eenheidsmarkt en de kwakoemarkt draaiende gehouden met de middelen van de centrale markt. Maar nu is het tijd voor verandering, benadrukt de burgervader. Een van de eerste acties is dat de standgelden van de andere markten worden opgetrokken naar het niveau van die van de centrale markt. Dat betekent dat elke verkoper 1 SRD per dag per vierkante meter zal moeten betalen. Maar ik moet dat even wat meegeven. Dezelfde persoon die problemen heeft om onder de centrale markt 1 SRD per dag te betalen voor een vierkante meter, dezelfde persoon, toch? Die misschien 2 vierkante meter heeft, die 2 SRD per dag betaalt, toch? En nota bene, toch? 2 maanden of 3 maanden achter is, omdat die gewoon geen zin heeft om die 2 SRD te betalen, toch? Gaat naar een particuliere markt, Quataweg, het zij Indira Gandhiweg, en betaalt vrij voor 1 dag 20 SRD. Om daar te mogen verkopen. Toch? En het kan nog steeds niet indenken, waarom wil men wel, toch, een particulier die niets voor je terug doet, waarbij je niet eens terug kan gaan om wat te halen. Toch? Ben je wel bereid die 20 SRD of die 30 of die 50 SRD te betalen voor die dag? Maar de overheid die voor je moet zorgen dat de wegen goed zijn, toch, dat er stroom is elke dag, dat er water is uit je kraan, toch? Dat als je ziek bent, dat je naar het ziekenhuis kan gaan en dingen betaald kunnen worden. Toch? Dat de economie op poten komt. Daar wil je niets voor geven. De burgervader is de mening toegedaan dat standhouders moeten begrijpen dat de markten niet onderhouden kunnen worden indien ze geen bijdrage leveren. Als voorbeeld haalt hij aan dat de ongediertebestrijding het commissariaat tegen de 200.000 SRD kost. Ook moet er voor de stroom- en watervoorziening betaald worden. Dus wij moeten de mentaliteit in dit land, en ik hoop dat menig een het negatieve, toch, en dan iedere keer een heleboel dingen zeggen en lopen en een heleboel dingen zeggen, dat ze ook bij zichzelf te raden gaan en die spiegel houden, toch, om aan te geven, wat kan ik doen? Toch? Zit niet aan de kantlijn en te praten, wat kan je doen? Mijn oom zegt altijd wat, hè. Mijn oom zegt, en dat is ook voor de mensen die zoveel afgeven op ons die werken. Ja. Zolang je al lood dat buurman ede, ik kan dat wel lood, dat buur, dat lood kort op jou ede. Ja. Dat in taki. Ja. Of dat in doe. Dus ik zeg, ja, in plaats dat vele mensen praten en afkraken, ja, zou het van goed Surinamerschap getuigen. Om te komen en te zeggen, hoe kan ik je helpen? Districtscommissaris Mike Nerkus van Paramaribo Noordoost. Volgens hem worden er voorbereidingen getroffen om ook de rest van de markten in Paramaribo zelfstandig te maken.